We zitten lekker in het zonnetje in het artiestendorp. Wel iets anders dan vorig jaar, Peep. Ja, het is zonnig. Dat alleen al is heel bijzonder vergeleken bij vorig jaar. En we zijn ook gewoon heel erg blij. We zijn vooral heel erg blij en daarmee ook ontspannen dat het gewoon weer een normale editie blijkt te worden. Beloofd te worden, ja. En daar waren we natuurlijk wel erg aan toe met z'n allen na de afknapper van vorig jaar. Ja, de voorbereidingen zijn eigenlijk vergelijkbaar met die van vorig jaar. Toen hielden we dat natuurlijk ook net zo hard in de gaten. Met wat positieve instelling. Zo van, dat komt wel goed. Uiteindelijk kwam dat niet goed. Maar we kunnen eigenlijk niet beter voorbereid zijn dan we de vorige keer ook al waren. Het is wel zo dat je iets meer ermee bezig bent nu. Omdat we natuurlijk hebben gezien hoe het mis kan gaan. Maar eigenlijk zijn de weersvoorspellingen eigenlijk al 2 weken richting deze 2 dagen constant wel goed geweest. Dus. Ja. Dus vorig jaar viel er natuurlijk noodgedwongen een dag uit. Ik kan me voorstellen dat je dan iets hebt van, dat willen we dus goed maken. Ja, precies wat je zegt. Het is precies, je hebt een revanche gevoel, vooral naar het publiek natuurlijk, die het heeft moeten missen en die je hebt moeten teleurstellen. Maar vergeet vooral ook niet alle mensen hier van de productie en van het licht, geluid, noem alles maar op. We zijn een hele week zijn we hier al en we hebben het echt, maandag ben ik hier aangekomen, er stond er vrijwel niets. En dan zie je wat er nu staat en er zijn zoveel mensen zo hard aan het werk geweest en die gun je ook gewoon. Dat het nou gewoon lekker, gewoon die bal ligt nou voor het doel en gewoon erin knallen. Dus vorig jaar is natuurlijk iets wel heel erg geslaagd en dat was Cover at Sea. Kun je een tipje van de sluier oplichten van hoe dat er dit jaar uit gaat zien? Nou, vorig jaar hadden we natuurlijk allemaal 3 jassen aan en 15 t-shirts daaronder. En nu hebben we gewoon allemaal lekker een t-shirtje aan en misschien wel een korte broek hier en daar, want het is fantastisch weer. En we gaan het eigenlijk op dezelfde manier aanpakken als vorig jaar, alhoewel we wel andere gastartiesten hebben. En we gaan gewoon een uur lang hele bekende nummers spelen en daar zijn er een flink wat van, ook daar is op gestemd door de 3FM-luisteraar. Daar hebben we een soort poll voor uitgeschreven, wat vind je het leukst op Constitutie. En daar hebben we een keuze uit gemaakt en hebben we nog wat eigen favorieten toegevoegd. En dat zijn een 12-tal supertracks geworden die we gaan spelen. Zijn er nou nog dingen waarvan jullie zeggen van de komende dagen verwachten wij toch echt wel iets speciaals van dit of dat? Er zijn een paar obvious choices natuurlijk. Er zijn een aantal hele grote namen die hier staan waarvan we gewoon weten dat die fantastisch zijn. Dat ook ontzettend goed werkt. Neem een Whalen of een Coldenering of de Dijk, weet je wel. Maar goed, dat geldt voor bijna al die namen. Die hebben zichzelf natuurlijk gewoon bewezen in festivalland. Maar waarvan ik wel denk dat we mensen gaan verrassen is met Gemma Hayes. Dat is echt onze persoonlijke keuze. Dat geldt ook voor al die anderen. Alleen deze keuze is echt puur gemaakt op onze eigen muzieksmaak en wat wij leuk vinden. En over Gemma Hayes kan ik zeggen, voor Nederlandse begrippen niet echt bekende zangeres uit Ierland. Met een band komt ze. En haar muziek heeft ons ook mede gevormd de laatste jaren. We hebben veel naar haar geluisterd. En ook niet alleen Counting Crows, niet alleen Delamitri, niet alleen Keane of Snow Patrol of U2, maar ook Gemma Hayes zit in Bluff, weet je wel. Dus we hebben daar veel naar geluisterd en dat is, we zijn gewoon helemaal gek van haar, we vinden het prachtig. Dus we zijn heel benieuwd hoe mensen dat gaan ontvangen en of mensen een beetje kunnen verrassen ermee.